Vanavond geldt rond het stadion van de Graafschap een noodverordening. De burgemeester wil zo gedoe met railschoppers voorkomen. En dat betekent dat als je niks in een straal rond het stadion te zoeken hebt, dat je weggestuurd kunt worden door de politie. Daarnaast heb ik datzelfde gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Dus dat betekent dat mensen ook gefouilleerd kunnen worden door de politie als ze zich in het gebied begeven. Goedenavond. En verder in het nieuws vandaag. Kamerleden willen actie van het kabinet. Het aantal geiten in Gelderland groeit maar door en dat moet van de oppositie stoppen. En in Arnhem is een stille tocht gehouden voor Eduards, die een week terug werd neergestoken. Vanavond speelt de Graafschap opnieuw. De gemeente Doetinchem verwacht dat het dit keer rustig blijft rond het stadion. Om er zeker van te zijn is het gebied rondom stadion De Vijverberg tot verboden terrein verklaard. Mensen die er niets te zoeken hebben kunnen zonder pardon weggestuurd worden. Er geldt namelijk een noodverordening. Om 5 uur is die ingegaan en hij duurt tot 12 uur middernacht. Aanleiding voor het afkondigen van de noodverordening zijn de ongeregeldheden en het geweld van afgelopen woensdag. De Graafschap speelde toen een belangrijke wedstrijd om promotie naar de Eredivisie. En toen die verloren werd, zochten tientallen mensen de confrontatie met agenten op. Ik denk dat het vanavond rustig zal blijven. Gewoon thuis blijven, dat is voor ons allemaal het beste. Want we willen toe naar een rustige start in de Eredivisie wat mij betreft. En daar kunnen we geen ellende meer bij gebruiken. Groep Kamerleden wil dat het kabinet hard ingrijpt in de geitensector. Het onderzoek van Omroep Gelderland is gebleken dat het aantal geiten hier de afgelopen paar jaar 50% gegroeid is. En dat terwijl er een stop was ingevoerd. Die stop werd ingevoerd vanwege de volksgezondheid. Mensen die dicht bij een geitenstal wonen kregen last van hun luchtwegen of zelfs een longontsteking. Ondanks de stop worden er nu dus toch meer geiten gehouden in Gelderland. Onwijs veel, 50% meer in Gelderland. En je weet ook gewoon na onderzoek dat er gewoon 375.000 mensen in Gelderland risico lopen om ziek te worden van die geitenhouderijen. Ja, het is heel gek dat je als je weet dat de geitenhouderij gewoon nog uit kan breiden, dat je iets een geitenstop noemt. Dat is verkeerde verwachtingen wekken. Deze geitenhouders hebben allemaal vergunningsruimte om hun geiten uit te breiden. Maar dat lijkt in de verste verte niet op een geitenstop natuurlijk. Onderzoek moet nog uitwijzen waar de gezondheidsklachten precies door ontstaan. GroenLinks wil daar niet op wachten. Als uit bestaand onderzoek al is gebleken dat 2 miljoen mensen in Nederland een hogere kans hebben op longontsteking omdat ze in de buurt van een geitenhouderij wonen, hoeveel onderzoek wil je dan nog hebben? Je kunt eindeloos onderzoeken om de boel te traineren. Je kan ook leiderschap tonen en gewoon besluiten nemen. De Partij voor de Dieren had al Kamervragen gesteld over de groei van het aantal geiten. Maar daar is nog steeds geen antwoord op gekomen. Dus ik roep nu de minister naar de Tweede Kamer aankomende dinsdag om daar mondeling verantwoording over af te leggen. In Arnhem was vandaag een stille tocht voor Eduard. Hij komt uit Doesburg en werd in Arnhem doodgestoken, een week terug. Zo'n 150 familieleden, vrienden en buurtgenoten liepen met fakkels en ballonnen naar de Dragonstraat in Arnhem. Daar zou Eduard zijn gedood door de ex van zijn vriendin. Die vriendin woont hier in Arnhem. De ex meldde zich dezelfde avond nog bij de politie. De tocht werd georganiseerd door familie van Eduard. Ook burgemeester Marcouch liep mee. We hebben toch iemand uit onze gemeenschap door het toedoen van geweld en het dragen van wapens verloren. En je ziet ook, de stille tocht toont ook aan hoe groot het verdriet is van de familie, de buurt, vrienden. Indrukwekkend om dat hier zo te beleven. En straks, spullen het dak ophijzen kan natuurlijk met een hoogwerker. Maar je kan het ook gewoon groots aanpakken. Scherberg heeft een primeur. En wat dat betreft wel. Ja, de hele dakdekkerswereld heeft een primeur en dat is wel mooi. De droogte van de afgelopen jaren is zo goed als voorbij. Dat komt door de regen die is gevallen. Vooral december en januari waren nat. In de Achterhoek staat het grondwaterpeil op veel plekken nu zelfs hoger dan normaal. Sommige akkers zijn nog wel wat droog. Maar omdat het de komende dagen buiig blijft, blijft er voldoende water komen voor de groei van gewassen. De politie heeft vanmorgen in Apeldoorn 2 mensen opgepakt omdat ze iets te maken zouden hebben met een steekpartij. 1 man raakte gewond bij die steekpartij. Die was vannacht op de 2e verdieping van deze flat. De politie had die verdieping ook een tijd afgezet om onderzoek te kunnen doen.
kamperen is voor de een de hemel en voor de ander weer een ware hel. Nou, als je dan toch voor het eerst met een tent weggaat, wil je natuurlijk wel weten wat je te wachten staat. Speciaal voor de onervaren kampeerders is daar wat op bedacht. Proef kamperen op de camping in een kant-en-klare tent. Dit zijn de slaapkabines. Voor twee personen. Dit is de volgende slaapkabine. Ook voor twee personen. Een kant-en-klaar bed op de camping, zonder verrast te worden door gedoe met tentstokken en dat in je vakantie. Misschien wel de droom van beginnende kampeerders. Hier op camping de Italiaanse Meren hoeft dat niet meer dankzij een samenwerking met een kampeermaterialenhandel. Alles zit erin, van bestek tot borden en pannen en het ontbreekt gewoon aan niks. Tenzij die tent toch weer instort door een of andere windhoos. Maar ook daar heeft de handelaar iets handigs op gevonden. Een tent zonder stokken. Nee, je hebt geen ruzie meer op de camping. Het gebruiksgemak van een opblaasbare tent scheelt ongeveer de helft van de tijd wat je normaal zou hebben. Dus eigenlijk het enige wat je doet is het ventiel doe je open. Als dat lucht er een beetje uit is, dan klapt hij helemaal in. Heel gaaf om te laten zien op de camping. Als je bent aangekomen en iedereen is aan het klummelen met zijn tent, dat jij je opblaasbare tent zo hebt staan. Het ideaalbeeld is natuurlijk nu een stoeltje uitzetten, de koelkast openen, een verfrissend sapje pakken en kijken hoe de rest van de camping loopt te klummelen met de tenten. Ja, dan kan je natuurlijk ook nog een paar dagen weggaan met een camper. Iets luxer misschien. Een bedrijf uit de Achterhoek speelt in op de stijgende vraag naar campervakanties. Ze hebben een paar taxibusjes die ze hebben omgebouwd, omdat die door corona toch stil stonden. Nou, deze Suntro die is al helemaal af. Het dak zit erop. Luifel kan je makkelijk uitschuiven. Het had even wat voeten in de aarde, maar inmiddels heeft Barry een aantal taxibusjes die omgebouwd zijn tot camper. Door de populariteit van de camperbusjes, die door corona een vlucht heeft genomen, duurde het wat langer dan verwacht. Daken die hele lange levertijd hebben, draaiplateaus voor de stoelen die niet te krijgen zijn. En dan ga je echt over de grenzen naar Duitsland toe om te kijken van, kunnen we processen versnellen, hebben we ergens invloed op en... Ja, dat duurt echt wel bijna een jaar voordat je de eerste busjes hebt rijden dan. Met de zomermaanden in het vooruitzicht kunnen eindelijk de eerste drie camperbusjes worden verhuurd. André en Yvonne uit Lievelde hoorden van het concept en zien een vakantie met deze camper wel zitten. Ik vond het een super idee om met een compacte camper te kamperen. En gelukkig heb ik mijn vrouw ook over kunnen halen. Mensen vinden het gewoon heel leuk dat zo'n klein compact busje kan worden omgebouwd tot buscampen, wat gewoon heel veel voordelen heeft. En daar zijn ze voor een avontuur. Nou, alles is gereed voor een hele mooie trip voor jullie, dus ja, heel veel plezier. Nou, je moet er maar zin in hebben. Een bijzondere operatie dan in Serenberg vandaag. Deze heli is door een bedrijf ingezet om de nieuwe dakbedekking van hun pand omhoog te brengen. Rol na rol gaat naar boven. Onze bedrijf konden ze de klus niet klaren met een hijskraan. We hebben verschillende mogelijkheden bedacht. Onder andere het handmatig verdelen op het moment dat je het met een kraan het dak opzet. Maar dat is qua afstand en ergonomisch is het gewoon niet haalbaar. De keuze is uiteindelijk gevallen op een helikopter. Waarbij ook eigenlijk qua efficiëntie ook het meest haalbaar is. Waarschijnlijk zijn ze hier tot vanavond nog bezig. Natuur doet veel goeds voor je gezondheid. Uit onderzoek blijkt zelfs dat alleen kijken naar natuur al helpt. Studenten zijn daarom een virtual reality film aan het maken voor ouderen die het zelf niet meer lukt om de natuur in te gaan. Nog even iets een stukje naar achteren, want dan kun je aan de zijkant ook de boom mee pakken. Ja. Ons gezondheidserf organiseert jaarlijks activiteiten voor ouderen op het landgoed Oosterhout dat een rijke historie heeft. Dat vertellen we door aan de ouderen die zich daarvoor inschrijven. Ja. Ja, maar ja, als de ouderen niet meer kunnen komen, dan brengen jullie de natuur naar hun toe. Ja, precies. Zo moet je het zien, ja. En dat gebeurt dan door het tonen van een virtual reality film. Virtual reality, dat is een... Ja, dat wordt meestal in een bril getoond en dan kun je dus een andere omgeving ervaren. En een natuurlijke omgeving is goed voor de gezondheid. Het geeft je rust, het kan ook preventie voor ziektes zijn. En uit onderzoek is ook gebleken dat alleen beeld ook effect heeft op
ja, het ervaren van rust en het verminderen van stress. Om het zo echt mogelijk te maken, filmt de camera helemaal rondom, zodat de kijker later zelf kan bepalen welke richting die opkijkt. Die filmt dus alles, het complete beeld. En je kunt dus als het ware ook helemaal om je heen kijken. We moeten nu dus wel even allemaal gaan verstoppen, want het beeld filmt dus 360. Dus alle kanten zijn zichtbaar, dus even achter een boom of iets dergelijks. En dan even uit beeld gaan met z'n allen. Jullie hebben wel het perfecte weer. En ja, dit is inderdaad schitterend om nu opnames te maken. En daar ben ik ook wel blij om, want met regen worden de bejaarde mensen denk ik ook niet heel vrolijk van. In juni is de film klaar en wordt die getoond aan de ouderen in Oosterhout. En we sluiten zoals altijd af met het weerbericht. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 à 9 graden en er kan een enkele bui overkomen. Morgen wordt het wisselvallig. Er is ruimte voor zon, maar er is ook weer veel bewolking en het kan gaan regenen en onweren. En zo blijft het ook de komende dagen. De temperatuur blijft rond de 15 graden liggen. 'S Nachts net onder de 10 graden. Ja, voorlopig zijn we nog niet van de buien af. Goed, we zijn er doorheen. Dit was het Gelders nieuws van zaterdag 15 mei. Blijf het nieuws in onze app volgen en morgenavond zijn we er weer op deze zender. Bedankt dat u keek en ik wens u nog een heel mooie avond verder.